Goedemiddag. We zien hier allerlei lekkere dingen liggen. Wat maakt u ervan? Klopt. Ik heb een lekkere pompoensoep gemaakt. Die heb ik hier in deze pan. En verder heb ik een lekker gepofte knoflook. En die maak ik een lekkere pompoen samenstelling van. Maar eigenlijk heb ik een bijzonder productje. Dat is eigenlijk een spaghetti pompoen. Een beetje, sommigen kenden hem wel, maar niet iedereen. Eigenlijk dat is, deze pompoen is dat. Op het oog is het gewoon een normale pompoen. Maar als je hem omdraait, is het nog steeds een normale pompoen. En als je hem zo zou eten, blijft het een normale pompoen. Alleen wat je ermee moet doen, is het volgende. Dus ga je uithollen of halveren, uithollen. En dan met rozenbrijn, olijfolie en kruiden als tijm, wat je zelf lekker vindt, insmeren. Leg je hem andersom in de oven, op een ovenschaal of een bakplaat. Dan laat je hem een uur lang in de oven staan, tot hij eigenlijk ingedeukt kan worden. En waarom? Want dan is hij gaar. En als hij gaar is, zoals deze, dit is de helft van deze geweest, dan kun je hem indeuken. En het mooie van deze pompoen is, ten opzichte van andere pompoenen, is dat een normale pompoen, die behoudt zijn structuur. Die wordt dus gewoon eigenlijk een soort, ja, pulp wordt het dan uiteindelijk als je hem door zou koken. Deze pompoen niet. Deze pompoen heeft eigenlijk de eigenschap om zich te gedragen als spaghetti. Als je met een vork gewoon langs het vruchtvlees gaat, dan haal je eigenlijk als het ware draden uit het vruchtvlees. Waardoor je eigenlijk een spaghetti hebt. Dus absoluut gluten en allergenen vrij. Natuurlijk wel welke kruiden je gebruikt, dat is aan jou. En uiteindelijk kun je hier dan met vruchtvlees kun je dan een samenstelling doen van een pasta of een lekkere geitenkaas met honing. Nog even de oventjes oven in 5 minuten. Even gratineren met een nootje eroverheen en je kan smullen. Doe je er bijvoorbeeld pasta overheen, een pastasaus met mozzarella, gratineren, vorkjes erin en je hebt een leuk presentatiemiddel. En smullen maar. En wat wij natuurlijk willen weten, is het gezond? Nou, wat denkt u zelf? Het is alleen maar uitsluitend gezonde artikelen en producten. Dus een fles van poen, ja, pasta, zelfgemaakt. Hartstikke gezond. Is dit Italiaans? Het is een Italiaans, het Italiaanse tint natuurlijk ook. En dat is, ik geniet er ontzettend zelf van altijd. Uitermate geschikt om te mengen met pasta's? Ja, uitermate geschikt. Dus als bijgerecht. Je hebt ze in allerlei vormen, dus dat is zeker geschikt als gerecht. Dankjewel. Alsjeblieft.